Tussen alle smartphones die de laatste tijd binnenkomen, kregen we ook in één keer deze Emporio Armani Connected smartwatch toegestuurd. Een touchscreen smartwatch van het merk Fossil, tenminste Fossil produceert het voor Armani. En het leuke is dat Fossil heel erg ver gaat in design. Design over technology is het bij Fossil. Dat wil zeggen, ze willen dus wel een smartwatch doen. Doen ze ook keurig op Android Wear 2. Met alle knoppen die van belang zijn. Maar ze gaat niet zo ver dat ze het uiterlijk van het horloge op gaan offeren voor features die een horloge zou kunnen hebben. Daarnaast heel erg leuk, ze onderscheiden zich in de software. Iedere merk smartwatch en zelfs modellen smartwatches lijken echt eigen stukjes software te hebben met eigen bijzondere features. En dat maakt deze horloges toch wel heel erg leuk. Tenminste, ik word hier heel erg vrolijk van. Verder het doosje laat wat icoontjes zien die voor interpretatie vatbaar zijn. Welke interpretatie laat ik geheel aan jou over. In die zin dat, ik gok watch faces, touchscreen, verwisselbare bandjes waarschijnlijk. Ik kan iets met sporten doen, je kunt iets met berichtjes doen en je kunt iets met muziek doen. Ja, het zal wel. Had er voor mij niet op hoeven staan. Maar het is design natuurlijk. Hoe dan ook, het leuke is ook aan de smartwatches die Fossil momenteel maakt, dat ze grappig genoeg niet zo gek duur zijn. Dus je hebt niet al te veel eurotjes, heb je al zo'n Emporio Armani om je pols hangen. Dat is natuurlijk wel heel erg fraai. De unboxing, ik moet zeggen, ik vind het nu ook echt wel cool. Moet je kijken, wat een verpakking, joh. Prachtig. Ik weet niet wat voor materiaal het is. Het voelt een beetje rubberachtig. Het lijkt een beetje stofachtig. Maar echt gewoon een hele mooie. Ik ga eerst even hierin kijken. Dit langwerpige doosje, dat zal ongetwijfeld de documentatie zijn. Oh, twee boekjes. Garantie en de Quick Start Guide. Niet zo heel bijzonder als je Android Wear al een beetje kent. En ik vind het een mooie manier van verpakken, hoor. Dit is echt te gek. Wauw. Ik denk dat je hier horlogebandjes kwijt kunt. Echt een klassiek horloge-etui wat dat betreft. En haha, dat is het. Maar we gaan eerst even terugklappen, want hier zit nog iets in. Ja, kijk, chic hoor. Wat is dit? Oh, een extra sluitingje. Emporio Armani staat er keurig op. Nice, heel nice. Een mooie suède zakje. Ah, te gek dit hoor. Qua verpakking valt hij al bijna op mijn verlanglijstje. Nou, we hebben hier het ladertje. Het ladertje is een beetje onhandig in karton verpakt, dus die ga ik gewoon kapot scheuren. Die ga ik niet moeilijk over doen. Al die plakbandjes en zo, dat ben ik anders veel te lang bezig. Hop, weg met de karton. Volgende reviewer die ziet dit dan niet. Dat is zijn probleem. Nog best hoeveelheid plakband en karton. Zo, het blijft overal plakken. Overal zitten plasticjes, overal. Je kunt nooit plastic genoeg hebben. Zo. Dit is een magnetisch ladertje. Dat doet Fossil bij alle haar smartwatches. Ik heb er al even mee mogen spelen en het werkt echt perfect. USB-kabeltje. Er zit een soort van statusledje, denk ik. Hier zit ook weer plastic omheen. Ik ben vorige keer niet opgevallen. Ik heb niet de USB-pluggen gezien op de IFA. Plakt wel een beetje naar de verwijdering van plastic. Lijkt een statusledje te zijn. Dus even snel inpluggen hier. Dat doet op zich niks, maar misschien omdat er nog geen horloge aan zit. Hoe dan ook, heel leuk, een magnetische draadloze laadoplossing bij deze Emporio Armani smartwatch. Dus dat hebben ze heel goed bedacht. Wat ik al zeg, het zit bij de hele range.
Eigenlijk jammer dat ze niet iets bijzonders nog met die kabel hebben gedaan. Met iets meer aansluiting zoeken bij de smartphone, dat had natuurlijk ook nog gekund. Maar is het belangrijk? Dat niet echt. Maar de totaalbeleving is zo bijzonder qua unboxing dat het natuurlijk wel jammer is dat je zo'n standaard wit kabeltje tegenkomt. Keurig mijn elastiekje vastgezet, het horloge zelf. Keurig een Emporio Armani elastiek kaartje eraan vast, zodat het bij de juwelier heel mooi in het kastje ligt. Nog meer beschermplasticjes, nog meer beschermplasticjes, nog meer beschermplasticjes. Want ik geloof niet dat ik een horloge heb gehad wat ooit zo goed is ingepakt qua beschermfolietjes. Maar dat laat wel zien hoe nauwkeurig ze ermee omgaan en hoe belangrijk het is dat het echt in perfecte staat bij jou aankomt. Het laatste stukje plastic verwijderen, hoe dat werkt, echt geen flauw idee. Moet ik nog achter zien te komen. Elastiekje is natuurlijk een stuk makkelijker. Zo. Hier achterop ook weer een beschermfolietje. Hop. En we zijn... Oh nee, we hebben ook nog een beschermfolietje voorop natuurlijk. Kijk. En we zijn er. Veel heel aan. Oeh, wat drukt dit mooi in. Nou, ik denk dat hij hartstikke leeg is. Een mooi rond display, geen flat tire, maar gewoon echt compleet rond. In de zijkant lijkt iets van een speakertje te zitten. Geen hartslagsensor, dat offeren ze dan weer op om te zorgen dat hij een beetje slank blijft. Hier een heel mooi kroontje om te navigeren door Android Wear zonder op touchscreen te hoeven leunen. Kijk, past die al? Nee, die gaat niet passen. Dus ik moet even kijken of we ergens extra schakeltjes vandaan gaan krijgen. Want dat mis ik dan volgens mij wel weer. Als ik kijk bij de andere smartwatches met stalen band die ik heb geunboxed, er zitten eigenlijk altijd wel extra schakeltjes bij. Dat is voor mijn dikke polsen gewoon handig. Maar ik gok dat het hier gewoon niet het geval is. Dat wil zeggen, ik heb hier natuurlijk dat andere gespje. Misschien dat ik hem daarmee iets kan verlengen kunstmatig. Geen idee. Of zou die hier nog iets verder op? Ja, volgens mij kan die hier nog iets verder open als ik dat folietje eraf weet te peuteren. Oeh, moet dit een doodsaaie unboxing worden onderhand? Dat is wel jammer, want het is echt gewoon een bloedgaaf klokje dit. Het is echt gewoon goed ingepakt. Ja, kijk. Er is zo'n... Zit hier om mijn linkerpols heen. Even kijken. Oh, dit is een hele mooie sluiting zo. Die gaat hier en die gaat daar nog een keer. Nice. Nou, dit is fancy toch? Sterker nog. Nee, hij zit precies goed. Nou, dit wordt mijn klokje voor de komende 2 weken. De Emporio Armani Connected Smartwatch, de nieuwe. En ben nou heel nieuwsgierig naar wat ik er allemaal mee kan. Wat erop zit aan features, wat natuurlijk niet erop zit. En hoe het bevalt om echt met deze designer smartwatch rond te lopen. Voelt in ieder geval echt heel erg prettig. Check dan even de link onderaan de video. Die link die brengt je naar gadgetgear.nl en daar lees je de hele review van deze Emporio Armani Connected Smartwatch.